Dit is Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week aandacht voor de extra maatregelen rond de afsluiting van de Maastunnel, de afsluiting van de Mariniersweg in één richting, gedeeltelijke afsluiting van de Nieuwe Binnenweg en een nachtafsluiting van de Keteltunnel. De Maastunnel is sinds begin juli vanaf noord naar zuid afgesloten. Het verkeer aan de noordoostkant rijdt via de Willemsbrug en de Van Brinnenoordbrug naar Rotterdam-Zuid. Vanaf de noordwestkant kan het beste worden gereden via de Beneluxtunnel en de Erasmusbrug. Om het verkeer goed door te laten stromen, heeft de gemeente extra maatregelen genomen. Zo is op de Boompjes de linksafstrook verlengd richting de Willemsbrug. Ook is het niet meer mogelijk om vanaf de Boompjes links naar de Erasmusbrug af te slaan. Dit verkeer rijdt om via de Blaak naar de Willemsbrug. Op de Schravendijkwal is één rijstrook richting de Maastunnel veranderd in een rijstrook voor linksaf. Zo rij je direct naar de Erasmusbrug. Om meer verkeer aan te kunnen is de Postumalaan tussen de Erasmusbrug en de Dordtse Laan verbreed naar twee rijstroken. Vanaf de Maashaven Oostzijde kun je niet meer linksaf naar de Putse Laan. Er zijn twee rijstroken rechtdoor richting Zuidplein en twee rijstroken rechtsaf richting het Maastunnelplein. Alle maatregelen kun je uitgebreid vinden op rotterdamonderweg.nl. De Mariniersweg is tot en met 27 oktober 2017 in één richting afgesloten voor het autoverkeer. Eneco vervangt de stadsverwarming tussen de Hoogstraat en de Goudse Singel. Auto's kunnen vanaf de burgemeester van Walsumweg niet meer via de Mariniersweg naar de Goudse Singel, maar rijden om via het Oostplein. In de andere richting, vanaf de Goudse Singel, blijft de Mariniersweg wel bereikbaar voor het autoverkeer. En ook voor fietsers en voetgangers is de Mariniersweg bereikbaar in beide richtingen. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/mariniersweg. Op een deel van de Nieuwe Binnenweg werkt de RET aan de tramsporen. Hierdoor is de Nieuwe Binnenweg afgesloten vanaf het Eendrachtsplein tot aan de Van Spijkstraat. Het doorgaande verkeer vanaf het Eendrachtsplein naar de Mathenesserlaan rijdt om via de Rogussenstraat. Ook fietsers rijden via deze route om. In de andere rijrichting blijft de Nieuwe Binnenweg bereikbaar. Tram 4 rijdt in beide richtingen een aangepaste route. De werkzaamheden duren tot en met half november 2017. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/nieuwebinnenweg. In de avond en nacht van woensdag 13 op donderdag 14 september wordt gewerkt aan de Keteltunnel op de A4. Vanaf 9 uur 's avonds is de A4 in beide richtingen afgesloten tussen het Ketelplein en Delft. Het verkeer van en naar Den Haag en Amsterdam rijdt om via de A20 en de A13. De afsluiting duurt tot 5 uur 's ochtends. Voor de ochtendspits is de A4 weer bereikbaar. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/keteltunnel. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl en volg ons via Facebook en Twitter. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.